Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 22 maart 2016. Dit is het bulletin van dinsdag. Vandaag hebben we weer morsen op het eind met vervolgens een stukje 8 PSK 1000 bij 1500 hertz. En daarna een SSTV afbeelding in BW12. Ik ga hier zo dadelijk nog verder op in. Vandaag alleen heel beperkt nieuws in de uitzending. Dat wil zeggen, is slechts één nieuwsitem. Dat ene nieuwsitem betreft Bram Meister, maar het betreft niet alleen de mensen die over DMR-apparatuur beschikken, dus stay tuned. Het betreft iets bijzonders dat weliswaar nog in het experimentele stadium zit. De groep die Bram Meister in Nederland heeft geïntroduceerd is bezig aan de mogelijkheid om via een website naar alle talkgroups op Bram Meister te kunnen luisteren. Dus je kunt dan via die website naar streams luisteren naar keuze welke talkgroep op Bram Meister ook. En Bram Meister is een DMR-netwerk. Het werkt nog een beetje wiebelig en het geluid is zeker nog niet optimaal, maar dat komt ongetwijfeld nog goed. Je kunt er nu al wel naar luisteren. Het linkje naar deze website met DMR-streams is te vinden op www.pa0ete.nl. Ik heb verder heel veel reacties gekregen op het hervatten van de data in de uitzendingen de afgelopen dagen. Ik heb eerder al wel eens uitgelegd hoe dat allemaal moet, maar dat heeft uiteraard niet iedereen die nu luistert gehoord. Er zijn diverse programma's om naar de data in de uitzendingen te kunnen luisteren. Het meest wordt echter gebruikt FLDigi. Daar maak ik ook de uitzendingen mee. En dat werkt ook om de morsen in de uitzendingen mee te decoderen. Soms wordt er ook geëxperimenteerd met andere datamodulaties in de uitzending die niet door FLDigi worden ondersteund. Daarvoor is dan andere software nodig, maar zo goed als altijd wordt dat heel duidelijk vermeld. Om de data mee te schrijven moet je twee dingen instellen. Het eerste is de modulatiesoort in de juiste variant. Daarnaast moet je ook de toonhoogte instellen. Bij SSB-ontvangst is dat niet nodig. Daar kun je door aan de afstemknop te draaien een andere toonhoogte kiezen. Maar bij modus als FM en AM moet dat wel. Soms moeten er ook nog aanvullende parameters ingesteld worden. Maar die extra parameters vertel ik er in dat geval ook bij. In het geval van vandaag is de gebruikte datamodus dus 8 PSK 1000, dat zei ik al, 8 PSK 1000. En het getal 1000 geeft daarbij de variant van 8 PSK aan die we gebruiken, dat is een behoorlijk snelle. Verder is de centrale frequentie voor vandaag 1500 Hz. 1500 Hz. Dat laatste kun je instellen in het watervalscherm onderaan FLDigi. Globaal kun je dat met de muis doen. Tenzij je heel goed kunt mikken, moet je dan met de pijltoetsjes onderaan nog precies op 1500 Hz gaan zitten. Dat komt bij de meeste modus vrij precies. Rechts onderaan bij FLDigi zit bij de meeste modus nog een squelch en een AFC-knop. Die moeten beide uit. De squelch, dat is een schuif, die moet helemaal naar beneden. En de AFC, die automatisch de frequentie aanpast, die moet ook uit, omdat anders zonder signaal het programma naar de verkeerde frequentie gaat. Voor FLDigi, dat er zowel voor Linux als Windows is, bestaat er ook een Android-versie. Die heet FLMSG, Foxtrot Lima Mike Sierra Golf. En dat kun je vinden via Google. FLMSG ondersteunt de meeste, maar niet alle datamodus die FLDigi heeft. Het programma is niet via Google Play beschikbaar, maar wel via een website. Overigens is het niet heel ingewikkeld om te ontvangen. De meeste datamodus die doen het al prima als je simpelweg de microfoon van je PC of Android-apparaat voor de speaker houdt. Je kunt ook kabeltjes maken, dat werkt uiteraard beter, zeker als je wat storende geluiden hebt. Maar het werkt op zich prima. En FLDigi op de PC, die koppelt meestal het audio van de PC door naar het programma. Of naar het programma. En daardoor hoef je dus meestal geen kabeltjes aan te sluiten als je op de PC naar hobbyscope.nl luistert. Of bijvoorbeeld naar een WebSDR of Echolink. Op die manier kun je dus heel eenvoudig de data meeschrijven. Voor SSTV gebruiken de meeste mensen MM-SSTV, Mike, Sierra, Sierra, Tango, Victor. Dat is een Windows-programma dat ook perfect werkt onder Wine via Linux. SSTV gebruikt altijd dezelfde laagfrequent frequenties, dus daar hoef je zelf geen frequentie in te stellen. Dankzij een gesprek gisteren heel laat ben ik op zoek gegaan naar een SSTV-app voor Android. Ik heb er eentje gevonden die net als FLMSG gratis is, maar die blijkt helaas alleen voor de modus PD50 bij mij vrij redelijk te functioneren. Misschien vind ik binnenkort nog een betere. Ook bij SSTV moet je zelf de variant van SSTV instellen die gebruikt wordt. Ik kondig die altijd aan het begin aan. Vandaag is dat BW12. Bij de app moet je handmatig de modus kiezen. Automatisch werkt het bij mij niet, maar ja, er werkt bij mij ook maar één modus. En je moet handmatig starten bij de app. Bij MM-SSTV gaat dat allebei automatisch. Ook SSTV gaat perfect als je de microfoon van je PC of Android voor de luidspreker van de ontvanger houdt. Ik ben trouwens nog op een enorme hoeveelheid korte tekstjes gestuurd op internet. Ze zijn wel in het Engels en ze duren allemaal een minuut of drie. Ze zijn allemaal over een technisch onderwerp. Het is eigenlijk bijzonder leuk. Ik kan er wel eens vaker wat draaien. Ze zijn dus wel in het Engels helaas, maar goed, dat is een klein minpuntje. Morgen is er trouwens weer een aflevering van de geschiedenis van onze zendhobby. En denk trouwens vanavond aan de D-Star-ronde op, hoe heet het, die reflector nou? XRF 088B.
This mighty machine sparked a revolution in our use of media. It's a Sony Betamax video cassette recorder from 1979. This monster weighs about 36 pounds. The engineer in me finds it fascinating. There's nothing digital. It's a truly analog machine. All moving pieces and parts. Early adopters of the Betamax used it to record television shows, a revolutionary concept at the time, because prior to the Betamax, you had to watch a show when it was broadcast. It threatened the entertainment industry so much that in 1979, they argued that recording television shows at home infringed on their copyright. It all came to a head in a Supreme Court case, Sony Corporation of America versus Universal City Studios, where five justices allowed home recording. Although Sony won this court battle, they ultimately lost out to a machine that used this size tape. This is a VHS recorder made by Sony's great rival, JVC. Both machines solve the same problem, how to store information compactly on a tape. Here's the brilliant innovation used by both machines. The machine grabs the tape, drags it forward as this silver drum starts to spin rapidly. The drum has two electromagnets called heads arranged on opposite sides of the drum that read the magnetic information on the tape. That rotating head allowed for a compact recorder. In many previous recorders, the magnetic heads didn't move, only the tape. Because there was a limit to how fast the tape could move, it took a lot of tape, about a 7-inch reel to record an hour, which meant that a movie would need two 7-inch reels inside a cassette. So the rotating heads dramatically reduced the amount of tape needed, reducing the size to where it could be easily held in a cassette. So if the machines are so similar, why did Betamax lose to JVC? Many thought the Betamax machine would win. It had the better image quality, and the Betamax is decidedly better built. Compare ejecting a tape on the Betamax to the VHS. First, watch the Betamax. Note how smooth it is, and then watch the VHS. That's abrupt and will wear out the mechanism. Yet, to my engineer's eye, the VHS was the better solution. First, the VHS was lighter than the Betamax, 29.5 pounds compared to 36 pounds for this Betamax machine. That's a huge difference for a mass-manufactured object. It impacts everything from material costs to assembly time to shipping costs. So, at the low end of the market, the VHS machines were cheaper than Sony's Betamax. Second, the earliest Betamax tapes played for only 1 hour, VHS played for 2 hours, enough time for a movie. The ultimate killer, though, was the rental market. Well, Betamax focused its ads and energies on time shifting. Their ads featured headlines like "Watch Whatever, Whenever." Well, JVC, the maker of the VHS system, created relationships with the nascent video rental industry. When this market grew, VHS dominated in titles. And while you could for a while find both formats, eventually retailers began giving shelf space to the slightly more dominant brand, which then dominated even more. So, the Betamax versus VHS dispels the notion that simply being first to market is the most important issue. It reminds us that technical excellence in one area isn't enough, here the superior picture quality of Betamax, but that all technical aspects matter. For any mass-manufactured object, the winner is usually the one that is just good enough. I'm Bill Hammack, the Engineer Guy.